Goedenavond allemaal. Wat ik u nu nog even wil laten zien, is over het modetekenen. Dus, deze twee mooie. Heb ik gedaan wat dit boek betreft. Dan hebben we hier nog een mooi paard gedaan. En hierin hebben we deze dame gedaan, wat heel veel werk is, en deze dame. En dan zijn we nu bezig met deze. Dus we hebben haar haartjes al gedaan. Haar gezicht een beetje. En dit wordt dan haar jurkje. Haar kousjes. En haar schoenen. En dan ziet u hier hangt een luster. Met een gordijn. En hierachter wordt dat dan ook nog allemaal gordijn. De vloer. Dus ja. Ik zal u even het gezichtje. Dus dat doen we met de Fabri. Wacht. Ja, met de Fabri Castel. Die liggen dus hier allemaal. Het zijn 50 potloden. En daar kun je dus. De haartjes zijn in twee kleuren. Er is zo'n beetje in schaduw gedaan. Het gezichtje doen we dus lichtjes in apricot, de kleur van de huid. En dan kun je er later met een. Dat is dus kleurloze terpentine. En dan pak je zo een klein voor dat wat illegaler te krijgen. Kun je dus later, dus met een beetje terpentijn, dus dat is kleurloze terpentijn, en dan gaat u er dus een beetje over en dan zul je zien, dan gaat die kleur wat vervagen. Later komt dat er dan terug door. En ja, dat zijn dus een paar technieken. U kunt dat dus ook doen met haar jurkje. Of met de gordijntjes. Om het mooi egaal te maken, vervaag je dat weer een beetje met een doezelaar en met wat kleurloze terpentijn. Hier staat nu oilkleur op, maar dat is van een ander flesje overgegoten. Het is dus geurloze terpentijn waar we dat mee doen. En ja, dat was wat ik even wou zeggen. Ik heb u dan ook gezegd, of nog niet gezegd misschien, dat daar dus sabloontjes bij zijn. En dan, ja, dat jurkje bijvoorbeeld. En dan plaats je dat op haar.
en haar schoentjes, die komen hier ook van het sabloontje. Maar dan van... In ieder geval, ik zie, ja, hieronder. Dat zijn haar schoentjes. Dus ja, u kleedt dat dan aan, gelijk u wilt. En dan kunt u dat inkleuren. En dat is een hele mooie bezigheid ook. Dus duim op nog en goedenavond allemaal. Dag!